In Sneek en omgeving werd maandagmiddag een grootscheepse politiecontrole gehouden. Diensten die normaal zelfstandig werken, zoals de vreemdelingenpolitie, milieucontroleurs en verkeersdienst, gingen nu 100 man sterk aan de slag in de zuidwesthoek van Friesland. In Sneek werd zelfs een compleet industrieterrein afgezet. Nou, wensen jullie allemaal een plezierige en werkzame dag en hopen we vanavond allemaal weer veilig en wel thuis. We zijn vandaag met vier ondersteunende teams van Politie Friesland, met AIO, arrestantenzorg justitiële ondersteuning, het Flex-team, de vreemdelingenpolitie en verkeer, milieu in bijzondere wetten, hebben we vandaag een gezamenlijke actie in het kader van de handhaving. En dat is dus vier specialisten, specialistische afdelingen, die laten, gaan met elkaar aan de slag om te laten zien wat ze kunnen. En er zijn totaal vandaag 100 mensen zijn daarvoor ingezet. En die houden dan de verschillende acties. Hè, zoals we een bedrijvencontrole hier houden in deze straat met betrekking tot milieu. Wat voor mensen werken hier? Mogen die hier mensen hier werken? Of zijn ze illegaal aan het werk? Of zijn er zelfs illegalen zijn er aan het werk? En we hebben een grote controle. Waarvan we alle, staan we met een CAT-scan. Alle auto's die voorbij gaan, er worden de kentekens van bekeken in de systemen. Dat wordt alle minuut gedaan. En als daar nog zaken voor hun openstaan, of ze worden nog gezocht, of voor boetes, of door de politie omdat ze nog ergens over gehoord worden. Die staan allemaal in de CAT-scan en die worden dan vandaag die worden dan van de weg afgehaald. En die worden dan, dat wordt ter plaatse afgehandeld. Of anders worden ze aan het bureau, wordt het verder afgehandeld. Welke voordelen heeft zo'n actie? De voordelen is van normaal gaat elk team gaat zelf op stap. Nu gaan we met elkaar op stap. Alle acties die we vandaag gepland hebben zijn ook alle mensen van verschillende teams zijn door elkaar heen gemixt. Om zo van elkaar te leren en gezamenlijk de bevoegdheden ook te kunnen en te zien wat kan een ander en wat kan ik. En daar met elkaar over te hebben. Je kan elkaar aanvullen, zeg maar. Ja, dat klopt. Het hele gebied is hier waar we nu zijn afgesloten. Het bedrijventerrein, ook vanaf het water wordt geloof ik toezicht gehouden. Ja, dat klopt. Want in het verleden is wel eens gebleken dat mensen dan toch illegaal zijn en dan via het water snel wegzwemmen. En daar hebben we ook op ingespeeld door een boot in te zetten. We hebben meerdere mensen, alle invalsstraten, gewoon de mensen die mogen even niet van het industrieterrein af. En we gaan de bedrijven allemaal één voor één belangs.